Ik heet iedereen van harte welkom vanmiddag op het opleidingscentrum van de dienst gevangeniswezen Aruba. Waar we bijeen zijn gekomen vanwege vijf heugelijke feiten. Hier binnen hebben we zometeen diploma uitreiking aan drie geledingen. We beginnen zometeen met het eerste diploma bedrijfshulpverlening binnen de CEA. Daarna hebben we de diploma-uitreiking aan het IBT2, het tweede interne bijstandsteam, vanwege het feit dat ze de voortgezette opleiding hebben volbracht. Ook dat team bestaat uitsluitend uit mensen van CEA, dus de CEA staat vandaag behoorlijk in het zonnetje. En als laatste ook weer allemaal CEA-mensen die het diploma wapenleer voor het vuistvuurwapen krijgen. Dus al met al, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het nog maar een keer. Een zeer heugelijk feit voor met name het CEA vandaag. Zijn het mirando, als je een traditie hoe we ons entregando certificado, diploma naar diferente groepen aan die servicio aan te brinden, garantie de seguridad in ons país. Als je een brinda, servicio, bom naar het país, en als je masco tocos contener también, ora qualgo sucede, pero bij femang, bom esse po acto, hoop je e se vou começar na BHV cursos, que nós temos um diploma AVE, se que para IBTI, tanto CIT cursos, tudo não tem de haver com a possibilidade para reaccionar ali e para contener custos para fazer a monitoração. Ik heb begrepen dat binnen de CEA dit de eerste persoon is die als ploegcommandant van de bedrijfshulpverlening zijn werk kan gaan doen. Dus zowaar een unicum. Daar wil ik op voorhand als eerste, zo brutaal ben ik wel, meneer Bouillet, ontzettend mee feliciteren. Bedrijfshulpverlening komt op gang op het moment dat er een calamiteit op gang komt. Een brand, een gewonde, iemand die omvalt met een hartaanval of wat dan ook. Dan komt de organisatie op gang met BHV'ers. Hoe lang duurt het voordat een ambulance bij jullie op de Kia komt? Hoe lang ongeveer? 10 minuten? Kwartier? Kwartier? Hoeveel minuten heb ik nodig om dood te gaan? 4. Dus dan kom ik er een paar tekort. Daarom leiden wij mensen op. Dus de BHV'ers die dat stukje overbruggen. Een BHV'er dient binnen 2-3 minuten aanwezig te zijn om actie te kunnen nemen. Schade beperken, meer slachtoffers voorkomen. Dat houdt het in. Zo kwamen we tegen Rooney. Rooney was in de cursus met nog een paar anderen. 2 dagen. Een pittige cursus en dat voor mij aan veel informatie. Theorietest, praktijktesten. En uiteindelijk is hij geslaagd. Daarna is hij geslaagd voor ploegleider. Het diploma ploegleider is nog niet binnen. Hij is wel geslaagd met goede cijfers. Dus hier hebben we weer een man erbij. Eerste BHV'er van de CEA. Ik ben heel content dat in verdad de heer Bouillet voor zijn certificaat AWD die bedrijfshulpverlening. Ik ben content dat we dat op die manier op de CEA hebben porting mas BHV'ers in dienst. Ik denk dat de kiesjong eigenlijk zeker meneer Bouillet bij jullie ons van ons voor. Als je in terceer dan weer preparaat voor de calamiteit van een edificio, kunnen we zaken kopen als je bij jullie.